Hey, hallo. Vandaag ga ik voor jullie in Coach een model opzetten van een model wat ik heb aangetroffen hier in examen VWO 2018. En dat ziet er zo uit. Nou, dit stukje heb ik alvast geknipt. Dus ik ga nu eventjes naar Coach. Ik heb het al opgestart. En als eerste ga ik naar modelleren en ik ga een model maken in de grafische omgeving. En dat ziet er dan als volgt uit. Hier heb ik mijn modelleeromgeving en hier heb ik een stukje tekst. En daar wil ik eigenlijk vanaf, want ik wil dat model wat ik daarnet had, dat wil ik hier natuurlijk zichtbaar hebben. Ik had hem hier al opgeslagen onder knipsel. En hier zie je mijn voorbeeld, wat ik heel graag wil gaan gebruiken. Nou, die gaat even weg. Hoppa. Wat zien we hier allemaal voor dingetjes? Dus dit is een rechthoekje. Rondje en een rondje met een streepje en we hebben hier een pijltje waar in het midden een bolletje zit. En voor de rest hebben we nog allemaal van die kleinere pijltjes die overal naartoe wijzen en dat zijn de verbanden. Oké, daarnaast hebben we aan de linkerkant ook nog eens een keer startwaarden en allerlei formuletjes en dergelijke. Die kun je allemaal in Coach modelleren, kun je dat instellen. Wij hebben gekozen voor die bolletjes en dergelijke. Wat betekent het allemaal? Die rechthoekjes, dat betekent een grootheid waarvan we weten dat die telkens met een bepaalde stap in de tijd groter of juist kleiner wordt. Hij verandert de hele tijd. Die andere dingen, die rondjes, die kunnen ook veranderen. Dat is zeg maar een combinatie van dingen waar die pijltjes vandaan komen. Dus bijvoorbeeld resulterende kracht, daar weten we van, schoon uit mijn hoofd, dat dat alle krachten bij elkaar opgeteld is. En in dit geval, bij dit model, is dat F-rol en F-lucht waarschijnlijk gewoon bij elkaar opgeteld. En dat kan ik hier zo, waar zie ik dat zo, F-lucht. F-res is inderdaad F-lucht plus F-rol. Verder hebben die rondjes met zo'n streepje aan beide kanten en dat is een constante waarde, die verandert niet. Maar we zijn heel erg geïnteresseerd in dat dingetje wat in de rechthoekjes staat, dat verandert. En het pijltje met het bolletje wat er zo staat, dat kan zowel aan de linkerkant erin komen. Dat betekent dus dat die waarde van die grootheid, in dit geval de V van snelheid, wordt dan meer, meer, meer. Maar hij kan er ook uitlopen, dan is hij aan de rechterkant met het pijltje eruit. Dus dat moet je eventjes doorhebben. Weet jij zeker van tevoren dat die snelheid meer wordt, dan zet je hem van de linkerkant dat het pijltje in dat ding gaat en gaat hij eruit, dan weet je dat hij steeds minder wordt. Nou, en dat zie je dan zo staan, dat die V, hier zo, dit stukje, die V is V plus DV. Dat ziet er een beetje raar uit, maar DV en DT, dat is niks anders dan een klein stukje, heel super dun stukje verandering van de tijd of van de snelheid. Dit zou ik zo vertalen als V, de nieuwe snelheid, de nieuwe V is de oude V. Plus een klein stukje verandering in de snelheid. En we weten dus dat dat sneller komt op basis van die A. Oké, dus ik heb een beetje door hoe het precies werkt. En nu ga ik het allemaal opzetten. Ik heb hier mijn rechthoekje. Ik druk met mijn linker muisknop en dan zit die aan mijn muis vast. En ik gooi hem er gewoon neer. Toestand 1. Verder niks aan doen. Ik ga nog even twee andere van die bolletjes ga ik hier zo neerzetten. En daar nog eentje neerzetten. Ik ga nog een aantal van deze met zo'n streepje doen. Constante zegt hij. Die zet ik er hier eentje neer. Druk weer met mijn linker en dan zit hij vast. En dan druk ik nog een keer op mijn linker. Dan is die los. En die K die moet ik hier ook nog neerzetten. Ik ga vervolgens moet ik. Oh ja, deze. Dat noemen we stroom. Een stroomvariabele. En hij zit aan mijn muis. En dan moet je een beetje uitkienen. Hier zo. En dan ga ik zo horizontaal een beetje naar links toe. En dan ben ik hem kwijt. Nee, je doet hem zo. Hij plakt aan je muis en dan ga je een beetje naar links, horizontaal. En dan trek je hem zo in de rechte lijn totdat het vakje blauw is. En dan laat je hem los en dan zit hij eraan vast. Even kijken, we hebben al die bolletjes die we nodig hebben. Ja. En nu ga ik de relatiepijlen ga ik neerzetten. En dat doe je als volgt. Ook weer, hij zit nu weer vast aan mijn muis. En dan ga ik in het bolletje en dan trek ik hem zo daar naartoe. Totdat hij blauw is en dan laat ik hem los. Nou, er zit van alles en nog wat aan dat je hem zo een beetje kan veranderen. Of je kunt hem zo doen. Nou, allemaal niet zo heel belangrijk.
Het is alleen maar voor het zicht. Dus dit doe ik zo die kant op. Dus ik ga gewoon al die pijltjes die hier zo staan, die ga ik dus ook doen. Hoppa. Nou, ik heb nog geen dingetjes erin gezet. Maar dat komt allemaal nog wel. Dus gewoon even doen wat die... Deze ging hier naar dit dingetje. En vanuit deze ging er nog een pijltje zo. Hoppakee, hier naartoe. Nou, misschien nog een beetje zo, dat het allemaal wat leuker eruit ziet. Maar in principe maakt dat niet zo heel veel uit. Goed, het ziet er een beetje uit als, en nu gaan we dus die letters gaan we erin typen. Nog geen formules, ik ga gewoon constante K, daar ga ik op staan. Ik typ nu F rol. Ik ga nu F res, hier typ ik F lucht. Gewoon aan het kopiëren. Hier ga ik gewoon lekker K neerzetten. Hier ga ik zeggen M. Ja, dit moet V zijn. En hey, vraagteken, want we hebben nog niet alles neergezet. En even kijken. Hier ga ik dus stroom. Ja. Nee, ik wil dit namelijk A noemen. Versnelling natuurlijk. En versnelling heeft een eenheid. En ik weet dat dat meter per seconde hoedje een kwadraat is. Nou, oké. Ik laat hem nu even. Er staat hier een M. Of dat goed is, dat weet ik niet. Maar ik ga nu eventjes even rustig kijken naar de formules hier aan deze kant. Laat ik eens even met FRS beginnen. FRS is F lucht plus F rol. Nou, ik zie dat hier allemaal pijltjes naartoe staan. En nu snap je waarom ik nu pas de formules in gaan vullen. Want als ik hier dubbel op klik. Nou, ik moet natuurlijk even de eenheid. Maar ik ga hier een formule inzetten. En die formule is, heeft te maken met F lucht. En het heeft te maken met F rol. Dus ik hoef gewoon dit. Plus dat te doen. Scheelt weer een hoop typewerk. En nou, je ziet gelijk dat alle formuletjes weg zijn. F lucht. F lucht is geen idee. Nou, F lucht, dat is ook iets met Newton. En dan gaan we ook weer een formule gaan we neerzetten. En dan zeggen we, het was iets met K keer, dit is een gek sterretje, V dakje 2. Kijk maar, K keer V in het kwadraat. Nou, volgens mij heb ik deze ook goed. En nu ga ik eventjes deze vraagtekentjes van de constanten ga ik invullen. F rol. Dat was hier zo 76. Ik weet dat dat toevallig Newton moet zijn. En dat is 76. Oké. Dan deze, die massa. Gaan we ook weer 7. Dat zou kilogram moeten zijn. En ja, wat is dat? 1520. 1520 kilogram. Nou, dat is best wat. Het is best auto. Dan de K, die gooien we er ook in. Dat is 1,62. Oeh, waar typ ik dat nou? Nou, eenheid. Ik heb geen idee, dus ik doe even smokkelen met die eenheid. 1,62. We zien straks wel of dat mag of niet. En ja, hier zo. Hier heb ik dus FRS, M en A. Wat was dat weer? FRS is M keer A. Dus dan is A is niks anders dan, help eens, dit is niks anders dan FRS gedeeld door M. Ja, nou volgens mij zijn we klaar. Alleen hier staat nog een vraagtekentje. Hé, hey, wacht eens even, hier komt iets. V is V T min delta T. Ja. Keer A keer delta T. Nou, en die A keer delta T, dat is niks anders dan het verschil in snelheid. En dat ding wat hier staat, die V T min delta T, dat is niks anders dan de oude snelheid. En dat gaan we invullen. Dat staat, eigenlijk staat dit hier zo, net even in coach, even anders. Want hier heb je de hele tijd over DT en hier bij coach heb je het over delta T. Oké, prima. Maar het vraagteken moet nog even wegwerken, dus ik dubbelklik hierop. Eenheid is natuurlijk meter per seconde. En we hebben een startwaarde.
En de startwaarde is 33,3. Oké. Overigens kun je tijdens het typen kun je ook al checken of het goed is. En dat doe je bijvoorbeeld hiermee. En dan ga je dat vergelijken zo met elkaar. Klopt dat? Staat het er allemaal? Er staat hier A is FRS. Hé, maar wacht eens eventjes. Hier moet een minnetje staan. Dus kennelijk moet ik er nog een minnetje voor zetten. En voor de rest klopt het volgens mij allemaal. We hebben hier deze die staan. Dit hier zo, die twee onderste, die zitten verstopt in het model eigenlijk. Want telkens wordt er dus een tijd plus nog een stukje tijd. De tijd van 0,01 bijgezet. En dan hadden we nog 1, 2, 3, 4 vergelijkingen. 1, 2, 3, 4, dus dat klopt. De startwaarden zijn juist. En nou, ik zou zeggen, dit is prima. Voordat ik het model ga laten werken, kan ik nog even kijken, nog op twee andere manieren, of zeg maar deze modelregels, of die kloppen. Dan kan dat hier met dit zo doen. En je ziet ook weer die bolletjes en die, de start. Dat doen ze dan een rechthoekje. Het rechthoekje heeft natuurlijk hiermee te maken. Hier het rondje met zo'n streepje. Dat zou dus een constante zijn. En hier heb je de hulpvariabelen. Die hebben stroomvariabelen. En je kunt ook hiermee werken. Weer een andere vorm. Overigens kun je in een van deze twee vormen kun je ook gaan typen. Let op, alle wijzigingen die je hier uitvoert, die worden niet meegenomen. En sterker nog, je grafische model wordt dan weggegooid. Dus bezint eer je begint. De volgende stap is natuurlijk, we hebben hem gemaakt, we gaan hem nu laten doorrekenen. Kijk. Wat gebeurt er? Je ziet, hij werd eventjes rood. Maar verder zie ik helemaal geen gegevens. Dus nu moet ik een grafiek gaan toevoegen. Oké, hoe doe ik dat? Nou, hier zie ik grafiek staan. Weer met mijn linkermuisknop. Dan zie je nieuw diagram toevoegen. En dan zit hij weer vast aan mijn muiswijzer. Ik laat hem hierin vallen. En nu ga ik vertellen wat er op de X en de Y as moet staan. Nou, ik ben zo geïnteresseerd in die snelheid. Dus ik ga die snelheid op de verticale as zetten. En op de horizontale as doen we altijd de T. Dan doe ik ook zoiets. Ik zou bijvoorbeeld even lucht willen hebben. Dan doe ik dat hier zo. Ik ga een nieuw diagram toevoegen. Hij zit weer aan mijn muis. Ik laat hem vallen. Dan zou ik hier ook weer de tijd willen hebben. En hier zou ik bijvoorbeeld de F lucht willen hebben. En als het goed is, tekent hij hem nou. Nee, er gebeurt niks meer. Hij staat weer op het groene pijltje. Hoe komt dat nou? Nou, dat komt gewoon omdat hij hier staat van 0 tot 10 seconden en hier van 0 tot 10 meter per seconde. Voor hetzelfde geld zit hij helemaal niet in die waarde, dus we moeten hem zoomen, automatisch zoomen. Dat is deze. En dan zie je dat hij hem inderdaad heeft gedaan en hij heeft twee keer berekend, dus twee runs. Als ik ze allebei onzichtbaar wil maken, dan druk ik daarop. En nu gaan we eventjes verder. Hier moet hij ook gezoomd worden. Prima. Nou, hetgene wat ik nu gemaakt heb, dat klopt nog steeds niet. Oké, dus ik moet nog eventjes kijken, want ik had hier namelijk een stapgrootte van elke 0,01 seconde moet hij rekenen, maar hij rekent nog elke 0,1 seconde. Hoe weet ik dat? Nou, dat voel ik aan en ik kan gewoon in de instellingen kijken. Kijk, de stapgrootte staat op 1/10 seconde. Dus die ga ik nu op 0,01 zetten. Nou, je zult zien dat als ik hem nu nog een keertje laat rekenen, dan zal het net even iets langer duren. Hij heeft ook moeite hier. Zag je dat? Hij bleef even hangen hier zo. Hij heeft even moeite om het allemaal door te rekenen. En dat is vervolgens ook iets, daar moeten we rekening mee houden. Die computer en het programma, die kunnen elkaar snelheid niet helemaal bijhouden. Dus we gaan zo meteen iets zien waar dat ook naar voren komt. Oké, ik zei dat zeg maar computer en zeg maar, het programma elkaar niet bij kunnen houden. Gaan we nu eventjes zien. En dat doe ik door die instellingen te veranderen. Ik kan zeggen stoppen op T is 10. Dat doet hij netjes de hele tijd. Maar ik kan ook zeggen van ik wil dat hij stopt bij T is 10 seconden. Ik kan ook zeggen dat hij moet stoppen als de snelheid 50 meter per seconde is. Laat ik dat eens gaan doen. Ik ga hier die formule ga ik zo in doen.
Ik zeg van W is gelijk aan 50. Okidoki. Okidoki. En nu ga ik even alles wissen. Ik ga ze allemaal zo uitzetten. Hoppa. Je ziet dat hij nog een beetje laat zien. Oh, dan moet die ook weg. En dan gaan we nu eventjes draaien. Kijk, hij denkt weer. Hey, maar wacht eens even. Hij gaat helemaal door. Hij is, er is iets aan de hand. Waarom is hij niet gestopt bij 50 meter per seconde? Nou, dat heeft hiermee te maken. Dus dat zo'n programma en zo'n computer elkaar niet helemaal bij kunnen houden. Dus hij is de hele tijd aan het kijken wat nou de stopconditie is. Is het nou 50 meter per seconde, ja of nee? Maar omdat die elkaar niet zo goed kunnen bijhouden, schiet hij soms door. En dan is hij al bij 51. Nou, 51 is niet gelijk aan 50, dus ik moet nog gewoon door, denkt hij dan. Om dat te doen, gaan we het volgende. We gaan die instelling gaan we met groter en gelijk dan. Oké, dus ik ga nu de formule. Dan doe ik hier zo. Doe hier groter natuurlijk. En dan doe ik oké. Oké. Ik ga nog een run doen. En dat is ook niet prima. Ik ga nog een keer naar mijn instellingen. Ik zie dat dit dingetje niet is aangevinkt. Dat moet natuurlijk wel. Goed. We gaan nu weer even alles uitzetten. Hé, hey, stopconditie. De definitie bevat een fout. Hoe dan? Nou, we gaan even kijken. Ik ga gewoon even kijken. Naar die conditie. Ik ga naar de formule. Ik heb hier gelijk en groter dan. Even kijken of dat ook klopt met wat hier in de lijst staat. Nee, tuurlijk niet. Het moet zo staan. Groter, gelijk. Dus je moet echt precies doen wat dit ding wil snappen. Want anders doet hij het niet. Nou, okidoki, doe je het nu dan wel? Nou, even kijken. Hij is nu gestopt inderdaad bij 50 meter per seconde. Nou, ik heb mijn model heb ik helemaal goed gemaakt. Maar wat nou als ik iets duidelijker wil weten hoe het precies in elkaar zit, dan kan ik hier zo bij mijn gereedschapje nog een paar dingetjes doen. Ik kan bijvoorbeeld al die oude runs die slecht zijn, die kan ik weghalen. Nou, dan moet ik eventjes kijken hoor, verwijderen meting. Ik ben alleen tevreden met de allerlaatste, dus alles weghalen behalve de recente. Ja, ik weet het zeker. Nou, en dan ga ik nog eventjes, ik wil kijken wat precies de waarde van die punt is. Want dan gaan we iets heel bijzonders gaan we doen. We gaan uitlezen. En ik kan hier zo bijvoorbeeld gaan staan. En dan zie je bij dit scherm, zie je ook allerlei dingen veranderen. Dus van elk van deze variabelen zie ik precies wat de waarde is. Nou, dat is best leuk als ik iets wil controleren. Nou, heb ik dan alles? Ja, ik zou dat zo kunnen doen. Volgens mij hebben we dan eigenlijk alles om dit model op te zetten. Is het model helemaal goed? Nee, want er zou hier dus een minnetje moeten komen staan. Het is een beetje flauw. Beetje flauw. Dus dan moet ik nog eventjes het model anders maken. Dan moet ik hier zeggen. Van dit moet dus min Fs gedeeld door m zijn. Oké, dat zou kunnen. En dan doe ik hem nog een keertje. En dan is het natuurlijk een vertraging, wat ik nu doe. Ik heb er minder in gestoken. En dan moet hij juist van 33 moet hij naar beneden gaan. En kijken of dat waar is. Nou, dan gaan we weer automatisch. We gaan weer uitzoomen. En we gaan weer automatisch zoomen. En dan zie je dat dit gebeurt. Helaas stopt hij niet bij 50. Die foutieve getalbewerking die we net zagen. Omdat hij maar door en door en door blijft gaan. Want hij komt nooit bij 50. Dus laten we nou zeggen. V is kleiner of gelijk aan 0. Oké. Nou. En dan zie je hier dat hij naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden en zometeen stopt hij. En we gaan weer eerst één keer en dan zo. En dan zie je
hoe die loopt. En dat kunnen we hier ook doen. Kijk, en nu hebben we een model gemaakt met een aantal grafieken erop. Mocht je nou vastlopen of mocht je hier nou vragen over hebben, laat het weten in de comments. En in de tussentijd duimpje en abonneren. Doei doei!